Bij 24 Kitchen maken we deze maand iets extra's. Iets extra's voor iemand die het heel goed kan gebruiken of waarvan we echt vinden dat diegene het verdient. En daarom is het deze maand december. Al jarenlang heb ik een warme band met Villa Pardoes. En bij Villa Pardoes ligt de focus natuurlijk op kinderen, op zieke kinderen die hier een week lang van een mooie vakantie kunnen genieten. Maar de stille kracht en eigenlijk hetgene waar Villa Pardoes op draait zijn de vrijwilligers. En daar zijn er heel veel van. En vandaag ga ik op bezoek bij Thea. En Thea is liever op de achtergrond eigenlijk. Maar ze is hier al sinds 2008 aan het werk en dat doet ze fantastisch goed. En ik ga haar verrassen met deze bijzondere kerstverse kerstcake. Nu moet ik ze alleen nog zien te vinden. Kijk, de villa. Dit is toch wel echt met recht ook de fijnste en de, nou, wat mij betreft, de mooiste villa van Nederland. En een van de belangrijkste natuurlijk. We zijn nu op zoek naar Thea. Waar het gezellig klinkt, moet je meestal zijn. Kijk, Thea. Hallo. Goedemiddag. Mag ik even bij je komen zitten? Gezellig. Lieve Thea. Het is deze maand december bij 24 Kitchen. En dat betekent gewoon dat als wij iets maken, iets koken of iets bakken, dan maken we gewoon wat meer. En ik heb een kerstcake gebakken in bakery en dan denk ik bak er nog eentje. En eigenlijk omdat ik weet hoe belangrijk het werk is wat jullie hier doen in Villa Pardoes. Het lijkt misschien vanzelfsprekend, vrijwilligerswerk, maar dit is zo belangrijk wat jullie hier doen. En er hebben zoveel mensen een onvergetelijke week aan. Klopt. Ja. Ik ben hier al een paar keer geweest en ik word er altijd helemaal stil van. En hopelijk worden jullie een beetje stil als jullie lekker stukje cake snoept er lekker van. Het is jullie heel erg gegund. Zullen we doen. En voor iedereen een heel fijn december. Okay. Volg het voorbeeld van onze chefs en maak in december iets extra's voor iemand die het verdient. Kijk op 24kitchen.nl/december voor inspiratie.